video van de Giergasten. Ik ben Niels. En ik ben Martijn. En wij zijn uitgenodigd door Ben. Want ze hebben een nieuw fenomeen. Dat heet bordje prik. Wat is dat nou precies? Bordje prik is eigenlijk letterlijk een beetje eten van iemands anders bord afprikken. Maar dat mag je alleen doen mits zij op hun telefoon zitten spelen. Maar ja, dat is gewoon heel asociaal. Als je aan het eten bent, ben je aan het eten en laat je telefoon gewoon met rust. Vind ik ook. Nou is er één probleem. Dat fenomeen wordt altijd gespeeld door vrienden. Ja, mensen die elkaar kennen. Wij kennen de mensen waarvan we het eten vanavond gaan afpakken niet. Dus dat wordt heel gênant. Dat kan gaan zorgen voor een paar ongemakkelijke situaties. Ja. En ik zie Joost lachen. Maar Joost, jij doet vanavond ook gewoon gezellig mee. Yes. Hoe zou jij reageren, Niels? Ik zou die gozer neerstompen, denk ik. Maar je moet niet aan Niels' eten gaan komen, want dan wordt hij boos. Laten we beginnen. Jij mag beginnen. Hoe ga je het aanpakken? Ja, het kut is, dat, als je het bij je vrienden doet, dan kun je het nog wel redelijk sneaky doen. Ja. Maar nu kom je echt naast iemand staan, ja, dus die hebben het sowieso door. Je komt er niet mee weg zonder dat ze door hebben. Maar gaan we dan binnenkijken? Ik ga even binnenkijken. Oké, ik zie daar een meisje op de telefoon zitten. Ik ga er nu naartoe. Ja, score! Dankjewel. Bordje prik, hè? Ja, je zit op je telefoon. Je hebt mazzel dat het soep was. Jongens, dit was toch gênant, hè? Kom ik daar aan? Zitten ze allebei aan de soep? Sta je dan met je vorkie? Ja, ik heb wel geprikt in de soep, kom. Dus dat telt ook, toch? Daar rechts zit een koppel. Zo gênant. Bordje prikken? Je zit op je telefoon. Je mag niet op je telefoon zitten tijdens het eten. Dat is niet netjes. Bingo! Tweemaal! Twee. Ik vind dat het tijd is dat Martijn het mag proberen. Succes, Martijn! Jawel, succes, Jochie! Ik moet nu bij wildvreemde mensen van hun bord gaan mee eten. Ik zou het zelf niet waarderen, namelijk. Succes! Je hebt een sandwich op het bord liggen. Maar dan moet ik die hele sandwich pakken. Mag ook. Ja, dat gaat. Gozer, jij hebt makkelijk praten achter de camera. Ik vind het echt heel erg asociaal. Dit is de perfecte slachtoffer. Oké, okay, ik moet het ook gaan doen. Niet krijgen. Ik moet het ook gaan doen. Dit is je kans. Hij gaat zich dat niet doen. Ze heeft net een nieuwe pizza voor zich. Kom op. Ik ga dat ook niet doen. Ze heeft deze tafelgenootje. Hey, Joost. Ja? Je mag niet voor het frietje gaan. Je weet het, Joost. Een hap van de hamburger. Doe maar. Ja, hij gaat het doen, hè? Daar ging die, de laatste. Dames, mag ik jullie een compliment geven? Ik vind dat jullie zeg maar, een heel gezellig diner hebben, zoals jullie op je telefoon zitten. Dankjewel. Ja? Yes. Fijne avond. Ik zie ook twee gasten op de telefoon zitten. Bordje prik. Yeah, welcome. Welcome. Bordje prik. It's really Dutch. Ik wil het easy te kennen, wil je phone? Somebody else can do portje prik. Ja? Heb ik het niet? Bye bye. Gozer, ik kan mezelf wel afschieten nu. Oh, schiet mij maar lekker, gast. Prikken we er even een atro in? Oké, jongens, eindstand. Joost, hoe vond jij? Eén broodje met dip. Eén broodje met dip. Oké, één punt. Ik had een hele bitterbal. Wauw. Het gaat zo'n ding. Ik had gewoon een heel frietje en een stuk soep. Een druppelsoep. Een heel prikkie soep had ik. Ja, in kwantiteit heb ik gewonnen, toch? In kwantiteit heb jij gewonnen. Gefeliciteerd, Niels. Chapeau. Niels is de beste bordjesprikker van de avond. Maar ik vond het best wel leuk uiteindelijk om te doen. Ja,
Met een beetje tegenzin in het begin, maar uiteindelijk werd het een hele leuke avond. Ja, dus ik denk dat Ben trots op ons is. Ben is trots op ons, helemaal goed. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van de Giergasten. Zelfde tijd, zelfde zender en volg ons ook op social media. Ja, en je moet ook liken, sharen, delen, abonneren en alles in één keer doen. Oh, gast. Prik, ik had prik.